Hallo allemaal, van harte welkom bij deze nieuwe YouTube-clip. Ik wil het vandaag met u hebben over uw identiteit, onze identiteit, de identiteit die mensen denken te hebben en de relatie met God. Ik wil het vandaag hebben over waar ontleen jij je identiteit aan of uit? Wat denk jij dat je bent, wie je bent? Hier op de achtergrond zie je een gezinsspel wat regelmatig gespeeld wordt, wat heet Wie is het of wie ben ik, wat ben ik? Mensen ontlenen hun identiteit aan wat de omgeving van hun vindt. Wat vrienden vinden, wat leerlingen op school vinden of wat collega's op het werk vinden. En mensen gaan mee in trends, in de media, mode, het aangeleerde gedrag. En mensen letten op, wie vindt mij leuk, wie vindt mij niet leuk. En daaraan ontlenen ze hun identiteit. Geloven ze dat dat hun identiteit is? Met alle wrange gevolgen van dien, met alle gevaarlijke gevolgen van dien. De media leert ons dat bepaalde trendsets actueel zijn en dat we daarin mee moeten gaan. Dat bepaalde kleding, dat bepaalde merken, maar dat bepaald gedrag, als andere mensen dat ook doen, dat jij dat ook moet doen. En mensen doen eraan mee. En weet je waarom mensen eraan meedoen? Om geliefd te worden. Omdat ze denken dat ze dan geliefd worden. En omdat ze nog steeds waarde hechten aan het menselijk oordeel, aan het oordeel van de ander. Levensgevaarlijk. Ik kan u vertellen, het klinkt misschien zwaar, maar dat heeft alles te maken met het negatieve. Met negatieve invloeden. Of wat mensen ook wel Satan noemen en zijn demonische knechten. Want heel veel mensen denken dat als ze op een verjaardag komen en ze zien dat er honderden vrienden zijn op de verjaardag van een bepaalde persoon die 2 feesttenten heeft afgehuurd en dat daar heel veel vrienden zijn die allemaal wat komen drinken, dat die persoon iets goed doet, dat die persoon leuk is. Maar zijn dat wel echte vrienden? Wat blijft er nog over van die zogenaamde vrienden op het moment dat zo iemand een ongeluk krijgt of ziek is en niet meer zo gezellig is? Iedereen zal verdwijnen, dat is het bekende verhaal. Of wat mensen ook denken, heel veel mensen nog steeds denken, als je veel geld hebt, of je hebt een groot huis, of je bent heel knap om te zien, dat je dan iemand bent, dat je dan status hebt. Nou, daaraan ontlenen mensen nog steeds hun identiteit. Maar ik kan u vertellen, het is allemaal fantasie, het bestaat niet. Het komt van de Satan, van de boze, van het negatieve. Mensen die denken, als ik maar veel geld heb, dan hoor ik erbij. Dus het zijn allemaal geleende identiteiten. Wat ben je? Wie ben je? Vind je het belangrijk wat andere mensen van jou vinden? Laat jij bepalen wat andere mensen van jou vinden? Is dat echt belangrijk? Was het niet zo dat denken geen weten is? Maar dat voelen weten is. En mensen denken over het algemeen alleen. En oordelen en veroordelen. Jaloezie speelt een grote rol bij veel mensen. Maar ook roddelziek zijn. Over elkaar roddelen. Negatief praten. Heel veel mensen hebben een masker op. Willen mee, willen bij een bepaalde vriendengroep horen. Omdat ze denken dat ze er dan bij horen. Een geleende identiteit. Heel veel mensen, en ik kan u vertellen, de gehele wereld verkeert op het moment in een bipolaire stoornis. In een soort massa-schizofrenie. Een beschadiging die door de loop van de tijd collectief is opgelopen. Doordat mensen zo graag geliefd willen worden. Maar vergeten dat er een hele belangrijke kracht is die hun kent zoals ze zijn. En waarvan het oordeel alleen maar geldt. En dat is God, de bron waar je uit voortkomt, de Vader in de hemel. Die kent jou zoals je bent. Die voelt jou. Die weet jou. Geen ander kent jou zo goed als hij. Dat is het belangrijkste. En wat mensen van je vinden, het is toch allemaal fantasie. Het is onzin. Het komt vaak van de boze ook nog.
Bepalend voor ons zelfbeeld, de vorming van ons zelfbeeld, wordt bepaald door onze opvoeding. Heb je een positief zelfbeeld of heb je een negatief zelfbeeld? Maar ook wordt ons zelfbeeld bepaald door school, door vrienden, vriendinnen. Maar ook door de trendset die via de media, radio, tv tot ons komt. We vinden het belangrijk dat we erbij horen. Maar waarom willen we dat? Wat is dat? Als je God ontmoet en als je God kent, is dat niet meer belangrijk. En heb je, om het maar plat te zeggen, dikke poep aan wat mensen van je vinden. Want dat is niet belangrijk. Het menselijk oordeel geldt niet. Wat geldt is het gevoel en dat je houdt van jezelf. En dat je een positief zelfbeeld hebt en lief bent natuurlijk voor anderen, maar dat je vooral naar je eigen gevoel luistert en God laat spreken in je hart. Op mensen mag je niet rekenen. De belangrijkste les van God is: geloof niet in mensen. Als je gelooft in mensen, ben je eigenlijk bijna een heidense, om het maar religieus te zeggen. Want mensen zijn niet te vertrouwen. Niemand op deze aarde is te vertrouwen. Dat is een harde les. Bijna iedereen jokt en liegt en bedriegt. Zelfs je allerbeste vriend zal je bedriegen, zal uitkomen als een bedrieger. Maar het wil niet zeggen dat het dan een slecht mens is, maar het zal blijken dat heel veel mensen niet te vertrouwen zijn en je teleur zullen stellen. En als het spannend wordt en moeilijk wordt, dat mensen voor zichzelf kiezen en jou liever laten verdrinken in het moeras als zichzelf. Ja, dat zijn mensen. Mensen hebben in het universum nog niet zoveel rechten. Mensen zijn nog bepaalde zoogdieren die nog niet hoog in het vaandel staan in het universum. Mensen zijn wel geliefde kinderen van God, maar mensen hebben nog niet de rechten die bepaalde buitenaardsen hebben, die uit een kooi vegetatieve situatie zijn gekomen, planetair op planetair niveau. Die mogen tijd reizen, door tijd en ruimte kunnen reizen. Die rechten kunnen wij ook krijgen als mensen. Maar mensen moeten daardoor meer kwaliteit krijgen, oorspronkelijker worden, liever zijn voor elkaar, iedereen een kans geven, niet mensen veroordelen. Heel veel mensen in deze maatschappij zijn diep ongelukkig. Ze meten hun geluk af aan anderen. Ja, maar die heeft dat. Als ik dat heb, ben ik ook gelukkig. Als die grote auto heeft, dan moet ik dat ook. Weet je, of als ik wil dat kledingstuk, want dan hoor ik erbij. Maar het is allemaal onzin. Het is niet waar. Het mag. En je mag gelukkig zijn en je mag ook een mooi huis hebben als je dat graag wil. Dan ben je niet slecht, maar weet dat het vergankelijk is. Heel veel mensen zoeken hun kicks, hun goedkeuring in vergankelijke onzindingen. Dingen die verteerd worden door God, waar niets van overblijft, wat geen eeuwigheid zal kennen. Heel veel mensen verliezen zich in de vergankelijkheid, gaan in vergankelijke dingen mee en willen hun goedkeuring krijgen van vergankelijke types om zich heen. Van vergankelijke vrienden, vergankelijke groepen waar ze mee omgaan, die met vergankelijke tijdelijke bullshit bezig zijn, zoals mode, trendset, aangeleerd gedrag. Daar moeten we allemaal van afkicken, of we het nu willen of niet. Het geeft zo'n bevrijding. Oh, het is het toch heerlijk als je dat niet hoeft te voelen. Als je gewoon mag zijn wie je bent. En dat je niet meer, ja, zoals u dat ziet hier op dat spel op de achtergrond, wat ben ik, wie ben ik, dat je gewoon mag zijn wie je bent en dat je een geliefd kind van God bent. God houdt zoveel van jou, je bent zo'n geliefd kind van God, dat hij zelfs zijn zoon voor ons heeft laten sterven. Zo groot is de liefde van God voor ons. En is daarom is Jezus ook opgestaan uit de dood. En wilt hij ons helpen? En er is eigenlijk maar één belangrijke factor. Wat belangrijk is voor ons. Dat we weten dat die van ons houdt. En dat is God.
en daardoor ook bereid te zijn te onthechten van alles, bij jezelf te blijven en gewoon de wereld in te kijken zonder je te verbinden met menselijk gedoe. Want het menselijk oordeel geldt niet. Mensen vinden dingen, maar vanuit het dynamos blijkt het meestal bullshit te zijn, niet waar te zijn. Het blijkt allemaal onzin te zijn. En een van de grootste lessen, sommige jonge kinderen leren het al, en sommige pubers leren het al, dat mensen niet te vertrouwen zijn, dat je niet op mensen mag rekenen, maar dat je wel de ander lief mag hebben en moet hebben. Maar je mag ook zeggen, ik wil niet met die mensen omgaan. Ik kies voor mezelf. En dat heeft niets met egoïsme te maken. Dat heeft te maken met liefde voor God en voor jezelf. Bepaalde mensen zijn goed voor je, maar hoe gevoeliger je bent, hoe meer last je hebt van bepaalde mensen, van bepaald onzinnig kunstgedrag. En daarom heb je misschien maar 2 mensen om je heen die je een beetje vertrouwt. En zelfs daaraan mag je niet te veel hechten. Waarom bestaat de dood op deze planeet? Er zijn werelden waar de dood niet bestaat. Dan heb ik het niet over planetair leven, maar er zijn dimensies waar de onvergankelijkheid is. De dood bestaat hier omdat het een tijdelijk leerproefterrein is, de aarde. En dat we uiteindelijk niet mogen hechten aan wat we hier hebben. Omdat het meeste onzin is. Omdat het een school is. Een leermoment. Daarom bestaat het scheiden en gaan we weer dood. En gaan we ook gewoon van de aarde weer af en elders verder. En mag je elkaar ook terug ontmoeten in de andere wereld. En kijken samen, nou dit ging goed, dit ging niet goed. God, wat was jij een rotzak daar. God, wat was ik een rotzak daar. Maar we hebben er wel van geleerd. We hebben het wel opgepakt in het leven. En we zijn weer lief voor elkaar geworden. En we zijn voor het grotere doel gegaan. Niet voor alleen maar de vergankelijke kicks. We leven in een aquarium. Zo moet je het eigenlijk zien. En staan op een bureau. En achter dat bureau zit God eigenlijk. En die kijkt in dat aquarium. En dat aquarium is eigenlijk een... De aarde waarin wij vastzitten, waar we niet van af kunnen. En ja, we moeten uiteindelijk loskomen uit dat aquarium, uit die ordinaire biotoop. Het is belangrijk dat je voelt dat God van jou houdt. Rekenen op mensen. En het is heel ruig wat ik nu zeg en misschien hard voor sommige mensen. Maar het is een van de belangrijkste lessen die God leert. Reken niet op mensen. Geloof niet in verstandelijke verhalen. Geloof niet in trendset. Geloof niet in tijdelijke kicks. Geloof niet in het aardse klatergoud, het zogenaamde aardse geluk. Want dat wordt je afgenomen. Je kunt rijk zijn, knap zijn, beroemd zijn. Je kunt berensterk zijn, noem het maar op. We gaan allemaal dood. Dat is 1 ding wat zeker is. Ons lichaam gaat kapot, we sterven. Dus macht hebben of gelden of dat soort primitieve dingen, ja, daar blijft niks van over. Dat bestaat helemaal niet. Waarom zou je? Het gaat toch kapot. En waarom gaat dat kapot? Omdat er iets veel mooiers voor ons is en dat we moeten leren dat te waarderen en rijp moeten worden, getraind worden om uiteindelijk het hemelbewonerschap aan te kunnen. Om uiteindelijk te weten dat al die sidekicks, dat we ons daar niet meer door laten verleiden. Wat natuurlijk wel mag op aarde is diepe vriendschappen hebben, een huwelijk hebben, een relatie hebben. Ook seks mag je zoveel hebben als je wilt. Als het maar een beloning is en een bekroning is op een mooi contact wat je samen hebt. Ook mag je heus wel je voorkeur hebben van dat vind ik een mooie vrouw of dat vind ik een mooie man. En daar ook voor gaan. Dat mag ook en dat mag je ook hebben. Het is niet dat God dan straft. Dat mag je ook hebben. Net zo goed als je dat liever eet als dat niet. Als dat wel, als dat niet. Maar het is wel belangrijk dat dat het met liefde gaat. En
De identiteitscrisis die op dit moment wereldwijd heerst, zorgt ervoor dat iedereen vreemd gaat. De technieken hebben zich tegen ons gekeerd. Iedereen gaat vreemd, bijna iedereen. Of iedereen heeft bijna een open relatie. Vroeger was het normaal in de homoseksuele wereld dat jongens, mannen en zo. Ja, en dat is echt waar wat ik u vertel. Dat is geen discriminatie naar de homogemeenschap, maar dat honderden, duizenden homo's elke week met een ander naar bed gingen. Soms elke dag. Ondanks dat ze een relatie hebben, open relatie. En dat is nog steeds zo. Maar de hetero's, dus de mannen en de vrouwen, die waren vaak wat degelijker daarin. Die gingen trouwen en die hadden dan seks met elkaar en bleven netjes bij elkaar. Nou, en als ze vreemd gingen, nou dan wist de hele buurt dat, want dat was een schande. En die waren sterker, mannen en vrouwen waren vaak sterker in het trouw blijven en voor de kinderen samen blijven als de homoseksuele mannen. Maar tegenwoordig is dat hele negatieve gedrag van de wat homoseksuelen vaak deden, is overgeslagen naar de hetero's. Dus de hetero's die zijn zich nu al heel lang ook aan het verlagen. Toch op zijn minst al een jaar of 10, denk ik, aan het verlagen van nou, het vreemdgaan, relaties bestaan niet meer. Iedereen gaat met elkaar mee en houdt geen rekening meer met elkaars gevoelens. Bijna iedereen gaat scheiden, er is bijna niemand meer die nog bij elkaar blijft. Gewoon, ja, vroeger was het, god, die gaat scheiden, die, oh, wat bijzonder, oh, wat jammer. Maar tegenwoordig zijn mensen eventjes bij elkaar. En ik zeg ook niets ten nadele van de homogemeenschap. Homogemeenschap, dat is prima. Je mag bi zijn, je mag homo zijn, je mag transgender zijn. Je mag ook, ik vind ook dat twee vrouwen met elkaar seksueel verkeer mogen hebben. En ik vind ook dat mannen met elkaar seksueel verkeer mogen hebben. Maar als dat maar wel vanuit een bepaald soort duurzame liefde is. En als er een keer een avontuurtje is, ja, dat mag, dat is ook niet erg. Maar het is niet normaal, vind ik, dat mensen van de een naar de ander gaan. En elke dag gewoon, elke week. En dat, ja, dat gebeurt tegenwoordig gewoon. In de homo-wereld gebeurt het al eeuwen. En dat is iets waar God niet vrolijk van wordt, waar je zelf uiteindelijk ook niet vrolijk van wordt. En waarmee je jezelf uiteindelijk straft hier op aarde en in het hiernamaals. Dus daarvoor wil ik waarschuwen. Je voelt zelf ook wel dat je iets fout doet op dat moment. Nog minder als een beest eigenlijk gewoon. Die hebben nog een bepaald hokinstinct, een bepaalde fokinstinct, dat ze bij het nestje blijven en bij een vrouwtje. Maar die identiteitscrisis is enorm groot op het moment. En we moeten gewoon zorgen dat iedereen zijn eigen kleur kan laten zien, zijn eigen liefde kan laten zien, zijn eigen schoonheid kan laten zien. En laat toch eens die angst die altijd heerst op straat loslaten. En dan weet u ook die sfeer die in een wachtkamer hangt bijvoorbeeld. Als je een wachtkamer inkomt, dan zijn mensen zo bang, er hangt zoveel angst. En die angst is een sociale angst, dat ze misschien gek zitten, ze weten zich geen houding te geven. Dus vroeger gingen dan mensen alle libelles en de Magriets en de stories en de privé zitten doorlezen, om elkaar maar niet aan te hoeven kijken, omdat ze niks tegen elkaar durfden te zeggen. Maar tegenwoordig hebben we daar natuurlijk de smartphone voor, waardoor we gewoon zo kunnen gaan zitten de hele tijd en dan hoef je elkaar niet aan te kijken. Maar dat is angst. Op het moment dat je straat oploopt, ontmoet je angst. Kuddegedrag, angst. En God wil dat jij voelt dat hij vreselijk veel van je houdt. Dat we allemaal onderdeel zijn van zijn plan. En dat niemand zich hoeft te schamen. Je hoeft je nergens voor te schamen. Je mag jezelf zijn. In liefde. Je mag zijn zoals je bent. Want het is toch een wonder dat iedereen hier op aarde verschillend is. Iedereen is verschillend. Iedereen is anders. Maar hecht niet aan het menselijk oordeel. Want mensen, het menselijk oordeel is vaak niet gebaseerd op oorspronkelijkheid.
Het is gebaseerd op louter vergankelijke kicks met alle ernstige gevolgen van dien vaak destructie. Wat telt is jij en God, de liefde van God, de knuffels van God, de dierenliefde die je kunt krijgen. Je kunt nog beter met een verstandelijk gehandicapte een vriendschap hebben met iemand met een Down-syndroom of met een dier in plaats van met een relatie, met een mens een vriendschap te hebben. Want mensen zijn vaak niet eerlijk. Mensen hebben een verstand gekregen om te gebruiken, maar niet om te misbruiken. En de meeste mensen misbruiken hun verstand. Is dat begrijpelijk? Ja, natuurlijk. Het is een overlevingsdrift. En ik wil ook niet boos overkomen naar mensen. Maar ik wil u wel een les meegeven. Het menselijk oordeel geldt gewoon echt niet. Kijk eens naar mij, wat er allemaal over me geluld wordt. Via radio, tv, via de social media. Heeft u de comments wel eens gelezen op Facebook? Er zijn heel veel lieve, schattige mensen gelukkig, die vanuit hun hart reageren. Maar er zijn ook mensen die echt erop uit zijn om te kwellen, om te kwetsen. Hele nare dingen zeggen. En stel voor, als ik me dat nou aan zou trekken en God niet zou kennen, dan had ik hier niet meer gezeten. Dan had ik nu ergens in een inrichting gezeten. Maar dat gaat niemand lukken. En dat gun ik u ook, dat dat ook niemand lukt om dat geweld bij u binnen te laten komen. Als je God kent, ken je eeuwigheid en ben je ook bereid te sterven als het moet. En ben je ook niet bang voor het oordeel van mensen. Wat telt is Gods liefde, Gods kindsherkenning naar jou toe. Je bent zijn geliefde kind. Amen. Doe ermee wat u ermee wil doen, maar doe er iets goeds mee. En durf jezelf te zijn. Durf jezelf te worden, te zijn en te blijven in eeuwigheid. En dan zal het plan, de duopinotie van God, de rainbow, het prisma met al de exclusieve kolos van God, de weerspiegeling daarvan, zal lukken. Oh, wat heerlijk zal dat zijn als Gods plan zal slagen en dat iedereen kan zien hoe bijzonder uniek elk mens en elk dier is. En dan zijn we rijp ook voor contact met buitenaardsen. En dan kun je straks ook na de dood hemelbewoner zijn. Omdat je weet dat het meeste op aarde bullshit was. En dat het gaat om één ding. En dat is liefde voor de medemens. En voor jezelf. En vooral eerlijk zijn naar elkaar. En elkaar ook niet veroordelen om wat iemand doet. Want iedereen raakt beschadigd in het leven. Niet oordelen als iemand crimineel is geworden of wat dan ook. Dat heeft zijn oorzaak. En als geen één mens vergeven kan worden, kan er niemand vergeven worden. Dus uiteindelijk moet elk mens ook kans krijgen. Want anders is het, dan heeft de hele schepping geen zin gehad. Doe ermee wat u ermee wil doen, maar doe er iets goeds mee. En ik zie u graag terug in een andere YouTube-clip. Tot ziens.